De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Pralaat Siwdin, moet Petro-Caribe deal goed onderzoeken, adviseert Imro Mangli, voorzitter van de Vereniging van Rijsexporteurs en Verwerkers, VRE. De Petro-Caribe deal was een overeenkomst tussen Suriname en Venezuela, waarbij Suriname goedkoop olie kon importeren ten behoeve van de rijsector. Mangli stelt dat vanaf het begin er gerommeld is met deze deal. Vooral politici en enkele reisondernemers in Nigeria hebben zich kunnen verrijken met de deal. Hierdoor is het doel om de totale reissector te voorzien van goedkope inputs niet bereikt. Wat heeft men gedaan? Men heeft meneer Algo heeft plotseling een vereniging laten oprichten zonder de vereniging VRE heeft tegen aan de kant gezet, heeft hij meneer Ramadien geaccommodeerd, een nieuwe vereniging laten oprichten. Speciaal om die rotzooi te doen wat ze hebben gedaan. En alles, alle exporten, heeft hij gegeven aan Ramadien. Lakin? Nee, die geen Rassonik. Ramadien. Voor exporten, nee. Ze hebben niet geëxporteerd, nee. Toen hebben ze meneer Ramadien paddy gegeven om te exporteren. De overheid heeft 300.000 schade betaald omdat er die paddy vol met mythes zat. Hier hadden ze al ontdekt. Alle cargo naar daar, alle reis, meneer Ramadien. En ze hebben hoge prijzen gekregen. En die winsten wat er gemaakt zou worden, zou in een pot komen. En die pompen MCP zou gemaakt worden, van Wageningen zou gemaakt worden, wegen zouden gemaakt worden. Adron zou gemaakt worden en de boeren zouden wat geholpen worden en die verwerkers zouden machines krijgen. Dat was de bedoeling van de Petro-Caribe deal. De reismagnaat vindt dat Siwdin ook de handelingen van de ex-ministers Rabin Parmisser en Suresh Algo moet nagaan. Ook zij moeten naar zijn zeggen debet zijn geweest aan de mislukte deal. Wat is gaan gebeuren? Meneer Parmisser is gekomen. Op meneer Algo was er. Meneer Algo heeft de molen gekocht hier van de gelden van SML. 1,8 miljoen heeft hij genomen. Heeft hij molen gekocht van bij meneer Kalu heet die man, denk ik. Hoe heet die meneer heet? Kalpoe. De molen is gekocht voor 1,4 miljoen. Ze hebben geboekt 1,8 miljoen. De Hakkerenbank heeft ook dat deel betaald. En toen ze de ontdekte dat die corruptie zaak naar buiten kwam, hebben ze iets weer met dat geld teruggestoven. En keer op keer zeg ik, onderzoeken die zaak, ze onderzoeken het niet. Hij is weggegaan met zoveel rommel die Algo heeft achtergelaten. Meneer Parmisser is gekomen. Meneer Parmisser heeft via de centrale bank, meneer Roemer zit daar, hij weet het, de centrale bank. Ze hebben meneer Ramadien gelden gegeven om mest te importeren voor 7,52. 24.000, 2.500 ton. Meneer Ramadien heeft 7.000 zakken maar verkocht voor die koers voor 7,52. De rest heeft hij verkocht voor 360 gulden, terwijl hij met verkocht moest worden 160 gulden per zak. Imro Mangli, voorzitter van de Vereniging van Rijsexporteurs en Verwerkers, in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij raadt de huidige minister van LVV, Pralaat Siwdin, om een grondig onderzoek te verrichten over de Petro-Caribe deal tussen Suriname en Venezuela.